Goedenavond. Het nieuws van zondag 18 november. President Bush vraagt actievere steun Duitsland in golfconflict. Transport Amerikaans legermaterieel door Nederland begonnen. En president Gorbachev op bezoek bij de paus. Amerikaanse president Bush en de Duitse kanselier Kohl zijn in principe voor een vreedzame oplossing van de crisis rond Irak. Wel heeft president Bush laten doorschemeren dat hij van Duitsland een actievere rol in het golfconflict verwacht. Maar kanselier Kohl voelt daar weinig voor en heeft Bush geadviseerd de crisis niet te laten ontaarden in een oorlog. President Bush kwam vanmorgen aan met de nieuwe Air Force One voor zijn eerste bezoek aan het Verenigde Duitsland. Kanselier Kohl begroette de president als eerste. Net als vorige week met Gorbachev ging het nu ook naar het stadje Speyer, waar president Bush een enthousiast onthaal wachtte. Voor de politieke gesprekken trokken de beide leiders zich terug in de privébungalow van kanselier Kohl in Oggersheim. Bush benadrukte in het gesprek dat Duitsland, nu het verenigd is, een groter politiek gewicht en dus ook grotere politieke verantwoordelijkheid heeft gekregen. Bush heeft Kohl niet om speciale steun in het golfconflict gevraagd. Made no special request of Chancellor Kohl at all. But I agree with him that this coalition is holding and should continue to hold. And that's the best way to get a peaceful solution. Send a solid signal to Saddam Hussein that his aggression will not be rewarded. Toch zijn Bush en Kohl het niet volledig eens over de aanpak van de crisis in de Golf. Kohl pleit voor een diplomatieke oplossing. Alles moet worden gedaan om een oorlog te voorkomen en de gijzelaars vrij te krijgen. Terwijl Bush zegt dat ook hij voor een vreedzame oplossing is, maar een oorlog wil hij niet uitsluiten. Het bliksembezoek van Bush in Duitsland heeft nog geen 5 uur geduurd. Eind van de middag is hij vertrokken naar Parijs, waar hij morgen deelneemt aan de Europese Conferentie voor Vrede en Veiligheid. In de haven van Rotterdam wordt met man en macht gewerkt aan het transport van Amerikaanse legeronderdelen naar Saoedi-Arabië. Het transport is onderdeel van de grootste Amerikaanse militaire operatie sinds de Tweede Wereldoorlog, Desert Shield. Zojuist denderde dit Amerikaanse militaire transport vanuit Duitsland door het station van Eindhoven op weg naar Rotterdam. De Desert Shield Express, een van de vele militaire treinen die komende uren en zelfs komende dagen Zuidwest-Nederland zullen doorkruisen. In de Beatrixhaven in Rotterdam ligt het Amerikaanse marinevrachtschip Elgol. Het vertrek naar Saoedi-Arabië is eind van de week. Vanochtend vroeg werd de eerste trein uit Duitsland gelost. Met aan boord vooral veel lichtpanzerwerk en mobiele keukens. Het zware oorlogsmateriaal, zoals de voor chemische oorlogsvoering bestemde M1-tanks, wordt het later verwacht. Rotterdam, maar ook Antwerpen en Bremerhaven spelen een belangrijke rol bij de versterking van het Amerikaanse leger in Saoedi-Arabië. De organisatie van het transport is in handen van MTMC, geen New Yorkse rapgroep, maar het Amerikaans militaire vervoerbedrijf. Op al het materiaal is een streepjescode geplakt. Elektronisch wordt de informatie over het voertuig gelezen. Zoals lengte, breedte, gewicht en eventuele schade. Een computer kan dan het laadplan voor het schip maken. De wagens worden eerst op de kade geparkeerd. Maandag of dinsdag wordt begonnen met het laden van het schip. Wagens die defect blijken te zijn, worden apart gezet en geboekt onder de codenaam Frustrated Cargo. Daarnaast veroorzaakte de stormachtige wind bij 1 Amerikaanse soldaat voor nog een frustratie. Een delegatie van Belgische parlementsleden vertrekt dinsdag naar Irak. De 4 parlementariërs van de grote politieke partijen gaan proberen de Belgische gijzelaars vrij te krijgen. Er zitten 33 Belgen vast in Irak en 4 in Koeweit. De delegatie zal onder meer praten met leden van het Iraakse parlement. Het Nederlandse parlement heeft ondanks voortdurend overleg tussen fractieleiders nog geen besluit genomen over het sturen van een missie. De Franse uiterstrechtse politicus Le Pen is vertrokken naar Irak. Een eerder voorgenomen bezoek van Le Pen ging niet door omdat hij niet welkom was. Maar nu zegt hij uitgenodigd te zijn door de Irakezen. Alle Franse gijzelaars zijn trouwens al vrijgelaten door Irak. President Gorbachev heeft voor de 2e maal binnen een jaar een ontmoeting gehad met paus Johannes Paulus. De Sovjet-president, die op weg naar Parijs een tussenstop maakte in Rome, ondertekende ook een vriendschaps- en handelsverdrag met Italië, waarin voor 11 miljard gulden financiële steun wordt toegezegd. Met een brede glimlach stond de paus Gorbachev op te wachten. De volgende keer zien we elkaar in Moskou, zei de Russische leider. Maar dat zal niet voor 1992 zijn. Officieel heeft de paus te veel andere zaken op zijn programma. Maar het Vaticaan wil ook een duidelijker beeld hebben over de katholieke kerk in de Sovjet-Unie voordat de paus daarheen gaat. Vlak voor het gesprek had de paus nog gezegd dat hij hoopt dat in de Golf een oorlog kan worden voorkomen.
Gorbachev zei vanmiddag dat hij ervan overtuigd is dat een diplomatieke oplossing voor het conflict met Irak kan worden gevonden. Italië heeft Gorbachev royaal hulp toegezegd, ongeveer 11 miljard gulden in 5 jaar. Het is een van de grootste hulppakketten voor de Sovjet-Unie. Daarnaast ondertekenen Gorbachev en premier Andriotti een 20-jarig vriendschapsverdrag. In zijn afsluitende toespraak zei Gorbachev dat dit akkoord een belangrijke aanloop is naar de Europese Veiligheidsconferentie in Parijs. Met Frankrijk en Duitsland heeft de Sovjet-Unie vergelijkbare vriendschapsverdragen gesloten. En Gorbachev zei, we gaan nu niet meer als vijanden, maar als partners naar de conferentietafel. Gorbachev en Bush zien elkaar in Parijs op de driedaagse conferentie voor samenwerking en veiligheid in Europa. Ze ondertekenen daar samen met bijna alle Europese regeringsleiders. En die, dat moet ik anders zeggen, samen met bijna alle Europese regeringsleiders en die van Canada het akkoord over vermindering van de conventionele wapens. Lachende gezichten in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen bij de onderhandelaars van de NAVO en het Warschau-pact. Het historische akkoord waarover 2 jaar was onderhandeld kon worden getekend. Here is the treaty. You may look on it. You see? Well, one page. It's about 160 pages filled with the figures, diagrams, rules and definitions, list of armaments, a number of them. Morgen wordt het akkoord in Parijs ondertekend door de leiders van de 22 lidstaten tijdens de conferentie voor samenwerking en veiligheid in Europa. De Amerikaanse president George Bush arriveerde als een van de eerste hoge gasten. Samen met zijn wederhelft Barbara vertrok hij snel naar het centrum van Parijs, waar men zich opmaakt voor de grote historische samenkomst van morgen. Op tal van plaatsen, zoals hier op de Champs-Élysées, hangen de vlaggen van de 32 deelnemende Europese landen plus die van Amerika en Canada. Duizenden extra politie- en veiligheidsagenten hebben hele stukken van de Parijse binnenstad afgezet. Bomexperts hebben niet alleen alle conferentieruimtes grondig afgezocht. Ook in omliggende woonhuizen is met behulp van experts gespeurd naar mogelijke explosieven. En de bewoners moeten zich telkens laten welgevallen dat zij zorgvuldig worden gecontroleerd. Peter Schilperoort is overleden, oprichter en leider van de Dutch Swing College Band. Hij is 71 jaar geworden. Schilperoort was de Nestor van de jazz en de Dixieland in ons land. Een paar weken na de oorlog richtte hij de band op. Het eerste grote optreden in de Canada Club in Apeldoorn was het begin van een roemrijke internationale carrière. De Dutch overleefde met glans de moderne ontwikkelingen in jazz en Dixieland. Peter Schilperoort moest het door ziekte 2 jaar geleden rustiger aandoen, maar zijn spaarzame optredens met de band bleven succesvol. Vijf betogers zijn gewond geraakt bij een anti-Sovjet demonstratie in Litouwen. De demonstratie begon rustig, maar eindigde in wanorde toen de betogers het militaire kamp in Vilnius bereikten. De demonstranten leverden bij het kamp hun oproepkaarten voor het Sovjetleger in. Ze willen niet in het leger en eisen dat het Sovjetleger uit Litouwen verdwijnt. Met waterkanonnen gingen de militairen de betogers te lijf. En vervolgens werd er met losse flodders geschoten. 5 mannen raakten bij de schermutselingen gewond. Na de incidenten reden soldaten met tanks de straten door. Het stadsbestuur riep op de televisie de bevolking op de rust te bewaren. Het weer. Het komende etmaal ligt Nederland in een westelijke stroming waarmee onstabiele lucht wordt aangevoerd. Bij een wisselende bewolking vallen nog enkele buien, waarschijnlijk het meest in het noorden van het land. Vannacht koelt het af tot circa 5 graden. Morgenmiddag is het een graad of 9. De westelijke wind is vrij krachtig, aan de kust nog hard of stormachtig, maar neemt in de loop van de dag wat af. De vooruitzichten van dinsdag tot en met vrijdag, overwegend veel bewolking en middagtemperatuur ongeveer 8 graden. Aan het eind van de televisieavond is er op dit net nog een journaal. Prettige avond.